Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrax, de enige echte. Nou, het is donderdag is het. Zo, ik moet even eventjes verzinnen. Het is donderdag. En ja, ik ben lekker vrij geweest vandaag. Heerlijk. Ik vind het altijd wel lekker om één dag voordat je weggaat nog even een dagje lekker eventjes een beetje uit te rusten. Zo kan ik morgen fris en fruitig kan ik het weekendje weg. Jullie weten het, gisteren is de bekendmaking geweest. Waar wij naartoe gaan, wij gaan dus naar de campervenne van Centerparks. En ik heb er heel veel zin in. En het wordt gewoon een heel leuk weekend. Ramon gaat mee. Jullie weten het allemaal. 8:30 ga ik hem ophalen morgen. En dan gaan we lekker weg, jongens. Even een weekendje weg. Moeten de jongens alleen weer zonder basie doen. Ja, even een weekendje alleen, hè. Kijk, daar heb je Dribbel. Dribbel. Hé, hey, ja, moet je weer alleen, hè? Ja, Bukito ook. Bukito moet ook weer even alleen, hè? Zonder basie, hè? Maar dat komen ze wel weer. Daar komen ze wel weer overheen, hoor. Ja, ja. Hé? Eh? Daar komen ze wel weer overheen. Dribbel, die kijkt me eventjes een uurtje niet aan. En dan na een uurtje, dan komt hij ineens weer. Ja, Bukito, die komt altijd gelijk naar me toe. Die komt altijd gelijk knuffelen. Dus dat komt allemaal wel weer goed. Ik ga het zo even op je eten. Het is 6:15 alweer bijna. En ik ben de vlog van maandag ben ik alweer aan het uploaden. Het gaat hard allemaal. Ben weer lekker bij. Vandaag niet veel gedaan. Ik heb me hoofdzakelijk bezig gehouden met uploaden van mijn vlogs. En van die thumbnails maken voor mijn vlogs. Dat moest ik ook nog even doen. Ik moest nog een paar thumbnails maken. Die van de Efteling moest ik nog maken. Die van de Feyenoord moest ik nog maken. Dat heb ik ook allemaal gedaan. Dus alles staat gereed op de datums dat ik heb neergezet. En dan komen ze online. Dan kunnen jullie weer naar een paar leuke vlogs kijken. Ja, de vlogs die ik nu online gezet heb, die hebben jullie allemaal al gezien. Maar het worden weer hele leuke vlogs. Komen er ook nog wel aan. Dus over 2 weken. Ik had trouwens een vergissing gemaakt. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik er weer eigenlijk kom. Ik denk elke keer in een vlog van joh, ik zal het even zeggen. Maar ik vergeet het elke keer. Ik heb een vergissing gemaakt. Ik dacht dat het weekend na. Zo, dit is wel erg tegenlicht. Ik dacht dat het weekend na. Na het weekendje weg naar Kempenvenne, dat ik daarna het weekend naar België zou gaan. Maar er zit nog een week tussen. Dus het is pas over 2 weken is het pas. Dus het is niet aankomend weekend. Maar pas over 2 weekenden. Dus jullie zien het ook pas over 2 weekenden zien jullie het pas weer. Dus dat was even een vergissingie. Ik dacht dat echt dat het de ene weekend naar Centerparks en de andere weekend naar België. Maar zitten ze nog een weekje tussen. Mijn excuses hiervoor. Maar in ieder geval komen er nog wat leuke vlogs aan. Ja, dat wat is het nou, dat Belgische trippie? Oh, dat heb ik al gezegd, een Belgisch trippie. Ik ga steeds meer spoileren, jongens. Ik ga het steeds meer spoileren. Ik knip het er niet uit.
Een Belgisch trippie. Ja, een Belgisch trippie wordt het, jongens. Ja, ja, een Belgisch trippie. Maar waar in België? Ja, dat ga ik nog even niet vertellen. Laat even een berichtje achter in de comments wat jullie denken wat het gaat worden. Jullie weten in ieder geval dat het België is. Degene die het al weten mag natuurlijk niet meedoen in de comments. Maar ja, het wordt in ieder geval een Belgisch trippie. Nou, ik ga alweer veel te veel dingen zeggen. Ik ga het maar even neerleggen en dan spreek ik jullie dadelijk maar weer. Want ik ga veel te veel spoileren. Oh jongens, ik ga veel te veel spoileren. Ik ga hem neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk nog wel eventjes. Ik ga nog wel eventjes dadelijk nog even wat opnemen. Oh, mijn telefoon gaat af. Doei! Zo, het is nu inmiddels al bijna 11:50 is het. En ik ga naar bed toe. Ik ben moe en ik ga lekker slapen en morgen moet ik weer vroeg op. Morgen ga ik Ramon ophalen en dan gaan we richting, richting de Kempenvennen. Ik heb er in ieder geval zin in. Ik heb de rest van de avond eigenlijk nog eventjes verder gegaan met mijn video's. En het belangrijke, ik heb weer eens een keer gaan livestreamen. Ik heb een Planet Coaster livestream gedaan. Het was alweer een hele tijd geleden dat ik een Planet Coaster livestream gedaan heb. En ja, dat was wel weer leuk. Daarnet ben ik nog een oud YouTube kanaal van mij tegengekomen. OV in Spijkenisse 1975. Echt heel grappig. Stonden nog hele oude video's van mij op. Zelfs met Ramon's stem hoorde ik nog. En dat is van 2012 is dat. Dus dat is al heel lang geleden. Ja, ik had eigenlijk gewoon één kanaal moeten hebben en dan gewoon niet naar een ander kanaal gaan, maar gewoon de kanaalnaam veranderen en zo. En had ik een lange kanaal gehad. Nu is mijn kanaal bijna 2 jaar. Maar dat had veel langer kunnen wezen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ja, dat heb je wel eens. Dan denk je van, nou, ik ga een nieuw kanaal starten. Een ander kanaal. En andere video's. Ik doe ik doe helemaal niks meer met openbaar vervoer verder. Ooit heb ik toen nog een keer die vlog opgenomen. Dat was in januari was het of zo. Van die metro. Dat vond ik wel leuk. Maar over het algemeen doe ik niet zoveel meer met OV. En dan krijg ik toch wel weer heel raar. Dat je dan ineens een hele andere categorie video's krijgt. Dus, maar het was wel even leuk om het even terug te zien. Want ik kwam alweer allemaal herinneringen naar boven. Van dat ik het opgenomen heb. En toen nog met een camera, wat nog niet echt zo'n beste camera was. Want toen had je nog niet echt camera's waar je goed mee kon filmen en zo. Dat was allemaal natuurlijk nog minder pixels en mindere kwaliteit beeld en zo. Maar het was wel weer even leuk om te zien eventjes. Dus vandaar. Nou, ik ben reuze benieuwd. Morgen gaan we lekker starten, gaan we lekker weg. Ik heb er echt heel veel zin in. En het enige is dat ik mijn 2 poesjes weer moet missen. Mijn 2 katjes. Die mis ik altijd wel als ik weg ben. Maar het is nu maar voor 2 dagjes. Hé? Ja, maar voor 2 dagjes, hè? Moet je 2 dagen zonder mij doen, hè? Oude vriend. Ja, is oude vriend, hè? Dus dat komt allemaal wel goed. Allemaal wel in orde. Ik moet nog even wat spul opruimen. En dan ga ik lekker ook naar mijn bed toe. Ik ga de camera even opladen. Batterij erin gooien. In de oplader. En dan is die weer lekker vol voor morgen. En dan komt morgen de eerste vlog online. Ja, jullie hebben nou weer een paar vlogs achter elkaar. Zelfs tot maandag aan toe. Dus voorlopig weer wat vlogs elke dag. Maar ja, zo gauw als ik niks te melden heb, dan vind ik het een beetje raar om vlogs te maken. Want dan komt er toch ook niet veel te vertellen. Dus ja, dan heb ik zoiets van, dan vlog ik liever maar niet. Dan heb ik in ieder geval weer wat meer te vertellen.
Als ik er misschien 2 of 3 dagen over doe. Dus dat komt allemaal wel goed. In ieder geval zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op Itzy Ultrax. Momenteel gaan de abonnementen weer iets omhoog, gelukkig. We hebben de hele tijd op de 300, 301 gestaan. Of 400, 401. En ja, het bleef een beetje hangen. Af en toe eentje erbij, af en toe eentje eraf. Maar het gaat nu alweer gelukkig wel weer een beetje wat beter. Dus in ieder geval, blijf geabonneerd. Belletje, druk op belletje als je op de hoogte wil houden van alle nieuwe video's en livestreams die er op dit kanaal komen. En ja, abonneer gewoon, hè. En duimpje omhoog, hè. Dat is ook belangrijk. Dus vandaar. Nou, ik zie jullie allemaal morgen weer. Thanks for watching. Morgen dus de vlogs van mijn weekendje naar Centerparks, naar de Kempenvenne, samen met Ramon en mijn moeder. Dus zeker weten, blijven kijken, jongens. En dan spreek ik jullie wel weer, hè. En doei. Punt. De groetjes allemaal. En tot morgen. Bye.